Dit is bedoeld voor de vrouwen. Dus dat is een van de 5 nieuwe hoogbouwflats. Dat is trouwens niet zo hoog hoor. Dat is 4 hoog, hè? 4 hoog en een torentje erop van nog 4 etages. Dus totaal is het 8 etages. Oké. Okay. En daarvoor wordt dus nog een watertje aangelegd. Dit hele terrein was eerst de Gunde. Een enorme flat. Die is nu afgebroken. Dus dit is allemaal verkeersnieuw. Wanneer is de opleverdatum? Dat is volgende zomer. De zomer 2007. We zijn al jarenlang bezig met het project en dit was het eerste project wat echt de kans van slagen maakte. En we zijn er dus nu nog mee bezig. Het project houdt nu in 22 huurwoningen voor lesbische vrouwen. Toen ik 50 werd kwam ik in aanraking met dit woonproject. Ze waren toen al 3 jaar bezig en toen ben ik meteen actief geworden en in december ben ik er 9 jaar mee bezig. En dat is met heel veel ups en downs gegaan. Nou, ik ga helemaal niet in dit project wonen, ik ben ook niet lesbisch, maar ik ben wel expert op het gebied van woongroepen voor vrouwen. Want daar woon ik al 25 jaar in. Dus 25 jaar geleden hebben we die opgericht. Toen was er nog geen enkele woongroep alleen voor vrouwen en überhaupt geen woongroepen voor ouderen. Maar dat heeft daarna een hele grote vlucht genomen. Mede door subsidie en steun van de gemeente woning, volkshuisvesting. Oorspronkelijk was de bedoeling 50 plus, maar in verband met de WIBO-regeling is er nu een voorschrift van de gemeente dat het alleen maar is voor 65 plus vrouwen. En dat is een beetje een tegenvaller voor ons, want het project is altijd echt bestemd geweest vanaf 50 plus. We hadden graag een hele diversiteit van leeftijden gehad en niet alleen maar 65 plus. Ik zou hier heel graag willen wonen, omdat het een plek is voor vrouwen. En dat zou mijn keuze zijn om met vrouwen samen te wonen. En zo ben ik erin gestapt. De reden was dat ik het ook helemaal niet zag zitten om oud te worden op mijn eentje. Als oma bijvoorbeeld. En dan afhankelijk van mijn kinderen. En ik moet zeggen, dat is ook geheel gelukt. Ik woon nu in een woongroep waar elke ochtend koffie is. En ik hoef hem niet zelf te zetten, want daar ben ik heel slecht in. Maar iemand anders doet het. En dan zijn de gesprekken hartstikke leuk. En maar een enkele keer gaat het over kleinkinderen. Enkele vrouwen hebben daar wel een handje van om hun kleinkinderen op voor de voorgrond te zetten. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn vader, heeft in een verzorgingshuis gezeten. Mijn vader was al wel geen homo, maar ik zag mezelf daar niet tussen zitten. In zo'n huis met zoveel diverse soorten mensen. Waar het belangrijk is dat de kleinkinderen op bezoek komen. Dat, daar gaat het verhaal over. Dat houdt mensen nog bezig. En een woonplek, om daar dan dat stukje van je eigenheid te kunnen zijn. Zonder uit te moeten leggen van wie je bent en wat je bent. En waarom en hoe. En dat je zo wil leven of dat jouw leven er zo uitziet. Dat maakt het veel gemakkelijker als je onder vrouwen bent. Daar hoef je gewoon helemaal niks uit te leggen. Daar kan je zijn wie je bent. Ik vind zelf dat er een grote vereenzaming is. Dus ik denk dat meer bij de helft dat toch wel heel erg vervelend is. En ook dat het leven van lesbische vrouwen, schat ik zelf in, dat het zwaarder is dan van andere hetero vrouwen. Omdat ze altijd voor zichzelf hebben moeten zorgen. En dat daar heel weinig oog is bij de overheid voor de moeilijke situatie waarin veel 50-plus vrouwen zitten. En dat was ook de reden om de huurwoningen, dat het sociale huurwoningen zijn, met een WIBO-subsidie, zodat ze zo goedkoop mogelijk zijn.
En dat vrouwen van ons, dat daar heel veel, heel erg voor in aanmerking komen. Het zijn ook heel riante woningen hoor. In ieder geval allemaal boven de 80 vierkante meter. En dat is ook voor de Bijlmer best riant voor een driekamerwoning. Het gaat dus over één flatgebouw van de 5 flatgebouwen die nieuw gebouwd worden hier in de Gunder. Eerst zouden daar de koopwoningen ook voor de doelgroep bestemd zijn. Maar het is nu teruggebracht naar 22 huurwoningen, sociale huurwoningen. Met ongeveer een oppervlakte allemaal van 80 vierkante meter. Het is oudere huisvesting, dus er zitten geen drempels in. En de badkamer en de wc, die hebben allemaal een bepaalde stroefheid. En er is een lift in. Dus er zijn allemaal van dat soort aanpassingen. Die zijn er gewoon. Dus de woningen zijn sowieso al groot, met een groot balkon en liggen gunstig ten opzichte van de bezonning. En het is een huiskamer met een keuken erin en 3 slaapkamers over het algemeen en dan nog een berging. En beneden is er dan een fietsenstalling en alles in het gebouw is met de lift bereikbaar. Ja, er zijn natuurlijk wel vrouwen, erg veel vrouwen, die er moeite mee hebben om over de drempel heen te komen. Een van de redenen is dat de Bijlmer nog steeds een slechte naam heeft. Want ik woon hier nu al 5 jaar in de Bijlmer en ik vind dat zelf volstrekt ten onrechte. Ik heb nooit enig probleem gehad en zeker niet met stigmatisering. De bewoners van de Bijlmer zijn over het algemeen heel homovriendelijk. Dus ik zie absoluut niet dat dat een probleem zal opleveren. Nu proberen we toch nog de leeftijd omlaag te krijgen naar 50 jaar. Daar zijn we nog mee over bezig met onder andere de wethouder van het stadsdeel Zuidoost. En zij ziet het ook heel erg zitten dat hier dit lesbische woonproject komt. En er zijn ook al vrouwen die hebben zich aangemeld als conciërge bijvoorbeeld. Dus dat is wel heel leuk.